En het COVID-19 management team zal vrijdag een gesprek hebben met de transportsector. Het onderwijs zal maandag gedeeltelijk weer fysiek herstarten. En het is de bedoeling dat de particuliere bussen weer zullen rijden. Major Gwendoline Babel zegt dat met de transportsector zal worden afgesproken welke maatregelen getroffen moeten worden om de gemeenschap te beschermen tegen het coronavirus. Wat ik u verder kan doorgeven voor vandaag is dat we aanstaande vrijdag een gesprek voeren met vertegenwoordigers uit onze transportsector. We gaan dus ook met ze praten. We hadden vandaag al een telefonisch gesprek. Dat gesprek wordt dus verder gevoerd op aanstaande vrijdag. We gaan dus, deze sector moet ook open. We weten allemaal dat het samen gaat met de scholen, met crèches, met het openstellen van alle andere sectoren, waaronder de overheid. Dus we gaan vrijdag met ze praten en dan gaan we dus kijken hoe we kunnen komen tot een reeks van maatregelen voordat we dus openbaar vervoer weer ter beschikking kunnen stellen van onze Stranamangs. Major Gwendoline Babel gisteren op de COVID-19 persconferentie. Inmiddels heeft PLO-voorzitter John Mahadeo Singh door de ware tijd laten optekenen dat het tarief voor een stadsrit 4 SRD zal zijn. De passagiers zullen verplicht zijn om een mond- en neusbescherming te dragen.